take this road. Wegwerken. Ik sta vandaag bij de Maastunnel, bij de ingang van Noord naar Zuid. Nou, de Maastunnel is al een dame op leeftijd, want ze wordt dit jaar al 70 jaar. En om nog lang van deze tunnel gebruik te kunnen maken, moet ze aangepast worden aan de eisen van deze tijd. Nou, daarom moet de tunnel wel een paar maanden dicht. Sinds vorige week maandag is de Maastunnel richting Zuid voor 2,5 maand afgesloten. Nou, dat gebeurt vanwege groot onderhoud. Er wordt asbest gesaneerd, maar er wordt ook ruim 2000 ventilatiekanalen schoongemaakt. Het verkeer richting Zuid moet rekening houden met een omleiding. Maar er blijft altijd één tunnelbuis open. Het verkeer moet rekening houden met een omleiding via de Erasmusbrug. Maar beter is nog om via de Willemsbrug te gaan, want deze route is toch iets rustiger. Of pak de Ring Rotterdam. Nou, wij adviseren om gebruik te maken van de park- en rijterreinen en het openbaar vervoer. Maar beter is nog om gewoon de fiets te pakken, want de voetgangers- en fietstunnel van de Maastunnel is gewoon open. Zaterdag 6 augustus kun je weer in beide richtingen door de Maastunnel rijden. Wil je meer informatie over de omleidingen? Kijk dan op de website. En kijk volgende week weer naar Wegwerken. Dag! We are the